14 augustus is het 40 jaar geleden dat de WOR, de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte, werd opgericht. Reden dus om wat feest te vieren. En dat feest is vandaag op vrijdag 14 augustus 2009. En met de gedachte aan de oogstgave, waar alles mee begonnen is, waar kun je dat dan beter doen dan te beginnen in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing met een herdenkingsdienst. We gaan praten met een van de oprichters van de WOR, Frans Kleine Koerkamp, die zelf jarenlang missionaris is geweest op de Filipijnen en in 1999 een bijdrage heeft gekregen van de oogstgave. Nog steeds missionaris op de Filipijnen, meneer Kleine Koerkamp? Jazeker, ja, dat is mijn missie. Dus ja, ik ben er nog steeds en ik hoop daar ook voor altijd te blijven. U hebt 40 jaar geleden aan de wieg gestaan van de WOR. Waarom eigenlijk? In feite komt het erop neer. Ik kreeg de indruk in de Filipijnen, ik was daar 5 jaar geweest en ik zag zoveel problemen om afkomen. Dat halen we nooit als ik daar niet een veel groter thuisfront, een veel grotere, grotere groepen mee samen heb om dat allemaal, om daaraan te werken. En dat wou ik gaan vertellen aan de mensen. En daar zijn mensen op afgekomen te zeggen, ja, nou, wij kunnen helpen, wij kunnen, ja, wat we dan kunnen doen, dat gaan we dan samen verder uitvinden. En, maar daar is het mee begonnen. En dat is verder ontwikkeld. Toen de stubbelaar erbij kwam, toen werd alles in één keer in, kwam alles in een stroomversnelling. En het gaat dat op de dag van vandaag gaat dat door. Fantastisch. U had daar een organisatie die bezig was met bamboe. Kunt u daar iets over vertellen? En die heeft in 1999, heeft u straks verteld, een deel van de oogstgave gekregen. Of misschien wel de hele oogstgave. Wat is daarmee gebeurd? In 1999 hebben wij ons gevormd als een groep en als een klein fabriekje die dat bamboe ging fabriceren. Maar wij waren helemaal nieuw en we wisten ook niet zoveel van bamboe af. Langzamerhand is dat bij elkaar gekomen. We kregen wat machines. We hebben wat machines gekocht met dat geld. En expertise erbij gehaald van andere mensen. En dan kun je zien wat er uitgekomen is. Dit huisje. We zijn begonnen in 2000 met de fabricatie van bamboeproducten. Maar dit is erbij gekomen sinds 2006 is dit begonnen. En we hebben nu een export. Dit is ons exportproduct naar België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië. Kun je zeggen dat de Stoppelhanen oogstgave van 1999 een succesverhaal is geworden dankzij uw actie op de Filipijnen? Zover van ons afhangt is zeker een afstand. We waren nooit van de grond gekomen als we niet een flinke financiële stoot gekregen hebben. En na de eerste bijdrage van de Stoppelhanen komen ook anderen die zeggen, nou, god, daar zien we wat in, dat is mooi. En dan krijg je anderen. Dus en dan de Stoppelhanen bijdrage wordt dan eigenlijk maar heel klein. Maar het is wel een aanjager geweest of een hefboom. Helemaal. Zonder deze Stoppelhanen bijdrage waren we nooit zo ver gekomen. Meneer Jan Grijpmaar, ja. Voorzitter van de WOR. Van harte gefeliciteerd met het 40-jarige jubileum. Een hele gebeurtenis. Dankjewel. Ja, dat is zeker een hele bijzondere gebeurtenis. En ik wil graag de essentie van deze dag. Wij bestaan 40 jaar. En 40 jaar, ik hoorde net al, dat zijn 2 generaties. Nou, het is in ieder geval 1 generatie. Een generatie lang hebben mensen zich jaar in jaar uit ingezet voor alles en nog wat. Denk ik op de eerste plaats aan de collectanten. Maar ook al die mensen eromheen die dus een stuk goed wil gaven, zodat wij ook altijd door konden gaan. En die generatie, die gaat ook door. Die laten ons niet in de steek. Maar wij moeten heel duidelijk op deze dag laten zien wat we als WOR zijn. En dan denk ik WOR, Werkgroep Ontwikkeling Samenwerking Raalt. En dan denk ik vooral aan de jonge, aanstormende jeugd. En dan denk ik aan jeugd, gezien mijn eigen leeftijd, aan 30ers, 40ers, 50ers. Die gewoon in de toekomst, in de traditie van deze activiteiten
in relatie met de derde wereld, dat hij dus de zaak is gaan overnemen. En dat ze op de vitale posten vanuit hun eigen deskundigheid, maar vooral betrokkenheid, zorgen dat dit verhaal doorverteld wordt. Dat is eigenlijk de essentie voor mij van deze dag. Altijd een landbouwproject, een agrarisch project. Kijk het naar die 40 jaar. Hoe is het begonnen? Met welk bedrag? En waar zitten we op dit moment ongeveer op? Het is ongeveer begonnen met 7000 gulden. En nu zitten we op meer dan 30.000 euro. Dat is 10 keer zoveel, dus ja. Als je het in guldens uitdrukt. Ja, dat is ook zo. Dus wat dat betreft, dat is geen probleem. Maar dat is dus één kant van het verhaal. Hier in Salland is natuurlijk ook een van onze doelstellingen om de mensen in contact te brengen met de derde wereld. Is de betrokkenheid van Sallanders in die missiegebieden of in die ontwikkelingsgebieden, hun aanwezigheid, is dat een sleutelfactor? Nou, wij proberen inderdaad zoveel mogelijk bekende mensen of mensen uit deze regio te steunen in hun werk en hun ambitie ten aanzien van de derde wereld. Dat is altijd nog wel de insteek. Wethouder Ben Haarman, vandaag bestaat de WOR 40 jaar, een heel groot jubileum. U hebt namens het gemeentebestuur gesproken. Wat hebt u zoal gezegd? Nou, ik heb vooral mijn grote waardering uitgesproken namens het gemeentebestuur aan de werkgroep en ook aan alle vrijwilligers. Maar in feite ook daarmee aan alle mensen hier binnen de gemeenschap van Raalten, binnen de gemeenteraalte, dat wij al 40 jaar lang in staat zijn om enorme bedragen bijeen te halen als oogstgave tijdens de Stoppelanen, tijdens het Oogstdankfeest. Voor mensen in arme landen, vooral derde wereldlanden, die het toch net even wat meer nodig hebben dan hier. En daar heb ik vooral mijn waardering voor uitgesproken. Ook in de wetenschap dat we hier ook wat mensen hebben die het op bepaalde momenten of wat langer ook even wat minder hebben. En dan toch maar weer in staat zijn om bedragen van, nou pakweg 30.000 euro per jaar, maar zomaar even binnen te halen. En dat vind ik gewoon geweldig. Dit jaar het project Bangladesh. Heel veel vrouwen zijn erbij betrokken. Ook een belangrijk project, denk ik. Ja, dit is absoluut een heel belangrijk project en ik vind het ook inderdaad van belang, en dat hoor je telkens weer, dat vrouwen er ook bij betrokken zijn. Want er is in elke economie, de man is belangrijk, maar de vrouw is ook erg belangrijk. Dat hebben we ook in Moldavië gedaan, ook vrouwen erbij betrekken. Want vrouwen hebben toch een wat andere manier misschien van werken, van denken. En juist door die samenwerking, door die kracht, kun je een project goed tot stand brengen. Dus ja, alle projecten blijft daar vooral ook vrouwen bij betrekken. Wij samen hebben die 40 jaar vormgegeven. Allemaal samen. En daarom gaan we deze dag ook samen vieren.